de kleur van een bepaald persoon. Hey! Guido! Jongen! Smachte jetzt! Alles in dit! Danke! We zijn hier bij een tempel. Kijk, de aanbiddense weet ik van wat voor hindoe god. Ik zie een heel groot bassin. Van alles wordt gevoerd. Stikt die van de vissen die je allemaal kan voeren. Nog een tempel. Bea. Nou, dat is best wel mooi hier. Het gelungen? Ik denk ja. Du traust dich nicht zu gucken, ne? Nee. Du kriegst nur mit einer Kamera für dein Gesicht, ne? Ja. Du verbergst dich. Ja. Hier zitten we bij de offerplaats. Hier wordt geofferd voor de kokosnoot en god en de bananengod, denk ik. Dan gooien ze van alles in het water. En degene die er profijt van hebben zijn de vissen, heb ik al gezien. En die zijn weet ik veel hoeveel. Kijk, er heeft een kokosnootje. Als je weet hoe ik hierbij hang, nou, dat doe je me niet na, denk ik. Zeker niet met mijn hoogtevrees, maar ik kan hier dus net op een boom over de afgrond heen die waterval filmen en fotograferen. En met de wind wiebelt die boom heen en weer. Dat is nogal lekker. Maar het is wel mooi hier. Kijk, daar is het boompje. Dan moet je er zo oplopen. En dan kun je erop gaan liggen en dan hang je precies boven de afgrond hier, want het is boven een ravijn. En dan kun je die waterval zien. Je moet er maar opkomen. Nee, het is toch goed. Kijk, dat is het uitzicht wat je hier hebt. Dat is wel mooi. Ik heb precies zo naar de kustlijn. Fantastisch. Het is nou helemaal niet meer zo warm, eigenlijk hierboven. Best wel fris. Maar ik vind het nog goed gaan. We gaan eens kijken of we hier langs kunnen lopen. Weer een watervalletje. Best wel een leuke omgeving hier. Nou, daar sta je dan. Midden in de rivier. En daar moeten we weer omhoog. Nou, dat is hij dan. We zijn weer voor een watervalletje van 3 keer niks. Maar ja. Het uitzicht is wel adembenemend mooi hier. Ook alles weer groen. God mag weten wat voor vogels het zijn. Heel mooi. Kijk, een paar Mauritiuskatten. Kamarel watervallen. Dat is toch wel mooi. Verder in de diepte. Ja, is toch wel de moeite waard. Dit is ook het land van de zeven kleuren. Daar heb ik nog niet veel van gezien. Nou, dit is het dan. Ik weet niet of die kleuren mooi uitkomen, maar ik zie er geen zeven. Je mag er niet in rondwals. Alhoewel het een ideaal speelparadijs is voor kinderen met een schepje en een emmertje. Het is
Aan de andere kant. Net stond ik in het uitkijktorentje daar. Een soort kleine mini Sahara, maar dan met meer kleuren. Ja, dat is de andere boot. Die ligt hier naast. Prettig uitzicht. We hebben net weer een duik achter de rug. Vlak bij dit eiland. Een diepe duik, nou diep, 15 meter. Dan ben ik in een canyon geweest, geweldig. En tegelijkertijd ook zeer angstig. En met een octopus die heb ik over zijn oogjes geaaid. Dit is de crew. We hebben even een pauze. Dit is Udo. Hallo Udo. Hallo. En dit is de vlag van de boot. Het weer is goed. Nou, we zijn hier bij het Scheepvaartmuseum. We zijn vandaag met dagtocht naar de plaats Maheborg, dat is vlakbij het vliegveld hier. En daar gaan we even kort heen. We hebben een taxichauffeur die ons vandaag hier allemaal rondcrosst. Dat is allemaal bij de tour inbegrepen en hier gaan we nog even kijken. Dit is de entree met de oprijlaan van hetzelfde museum. Heel rustig gelegen hier, mooi groen. Ben benieuwd. Nou, dan rijden we dan naar Maheborg. Heel mooi. Nou, dit is de markt van Maheborg. Moet de mooiste markt van het eiland zijn, stond in het boekje. Nou, dan gaan we daar maar eens even rondpoegeloeren. De taxi wacht op ons. Guido, come on man. Hoi. Net de koop van mijn leven gesloten. 3 dodootjes, maar nou van hout, die had ik nog niet. We lopen hier op de markt. Best wel gezellig. Of het de mooiste is van het eiland, dat betwijfel ik, maar ja. Het is gezellig hier. Ja? Kijk, dit is het restaurant waar we gaan eten. En dit uitzicht heb je dan. Niet verkeerd. Het was een aardige rit achter een vrachtwagen omhoog. Met dit dingetje dus. Ergens op de terugweg zijn we hier gestopt op een bruggetje. Dat kan allemaal met die taxi. Het is een leuk riviertje met een watervalletje. Dat ziet er toch wel lekker uit. Het weer is weer omgeslagen. Het is weer regen. Maar ja, dat kun je hier nooit voorspellen. Nou, zoals jullie zien. We liggen even een beetje voor pampers aan het zwembad. Dus eens een keer weer wat anders. Dan duiken en reizen en rondtrekken en wandelen. Ik moet zeggen, het is vandaag ook een heerlijke dag. Zonnig, winderig. Maar dat maakt het juist goed uit te houden om hier even aan het zwembad te liggen. Je ziet daar, dit is eigenlijk de bar en eigenlijk waar het hele avondleven zich afspeelt en de bands optreden. En hier. Rechts, daar is de grote eetzaal. En achter mij, daar zijn de bungalows. En hiervoor eigenlijk, dat zijn de echte gebouwen. Dat is gebouw 1. En dan heb je 5 van die gebouwen die helemaal eigenlijk daarachter toe lopen. En ik zit in nummer 5 helemaal achteraan. Maar dat maakt het eigenlijk wel ideaal. Want ik heb totaal geen last van herrie en muziek en al dat soort dingen. Dus wat mij betreft zit ik goed. Nou, hier is het zwembad. Hè? Zoals je ziet, ja, je kan er amper in. Want er is bijna geen plaats. Heerlijk. Wat is er dan? Heerlijk gegeten. Wat is het dan? Ja. Ik heb een bakje ham voor ze meegemaakt. Kijk, ik probeer dit zwembad te ontdekken.
Ook mooi. Zwaar werk. Herrlich. Tolle Aufnahme. Ja, ja. Großformat. Klasse. Oh. Da willst du Eindruck machen in Holland? Ja. Ach, guck mal. Guck mal da. Ja. Das ist ein schöner Liegestuhl. Ich gehe mal kurz zurück. Ach ja, natürlich. Zeit für eine Cappuccino. Na, da haben wir. Op naar de zee. Duikbuddy voor vandaag, Melanie. En weer een prachtige dag. De verongelukte catamaran. Zoals je ziet geen mast meer. Heerlijk de zee erop. Hopelijk blijft hij rustig. Een beetje rot filmen hier, maar eigenlijk komt het erop neer dat we hier bij de bodem geweest zijn. Zie je daar aan de vetten het schuim? Dan lagen we toen 25 minuten in die ellende. En daar ligt Mauritius. Het is nu 1:30 en ik verrek van de honger. Ja, ja. Kost wat moeite, dan heb je ook wat. Was is dat? Ik spreek Duits. Dat verstehen die zu Hause niet. Ik heb gezegd, het kost wat Mühe, maar dat had men ook wat. Kijk. Wil je nog maar zien? Kleine dag. Daar moeten we alles halen, die spullen. Oh, bonjour. Bonjour, monsieur, yes. Oh, thank you very much. Yes, nice. Yeah, no, 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 no. Zo, dat hebben we zo midden gehad. Mooi duik. Zware stroming. We zijn er nou zo'n beetje allemaal weer uit. En van ons zijn de Duitsers, de Hollanders. Half Europa ligt hier in de plomp.